Stichting Future for Young People uit Zomer is op zoek naar kinderkleding om die naar Gambia te kunnen sturen. Austerio Nikaite van Sirius TV wilde daar meer van weten. Ja, ik zit hier eigenlijk met het hele bestuur van Stichting for Future for Young People. Vertel, wat is deze stichting eigenlijk? De stichting zet zich in voor kinderen en jongeren in Gambia die geen moeilijke kansen hebben voor op een toekomst. Dat is eigenlijk een doelstelling van de stichting. De naam zegt het eigenlijk zichzelf, hè? Future for Young People. Wij willen dus kijken of we kunnen bijdragen aan een toekomst voor kinderen, jongeren. Kijk, ja. Deze stichting bestaat al eventjes. Hoe is het eigenlijk ontstaan hier? Nou ja, Petra en ik deden vrijwilligerswerk bij een andere stichting. Die verstuurde boeken naar ontwikkelingslanden. En zodoende zijn wij een keer gaan kijken wat gebeurt er met die boeken. Komen ze goed terecht, gebruiken ze ze. Nou, daar bleven wij dus zelf een projectje hangen. En van daaruit zijn er steeds meer projecten gekomen eigenlijk. Ja. Jullie zijn zelf ook naar Gambia geweest. En wat heeft dat met jullie gedaan? Dat jullie eigenlijk echt zien wat jullie projecten daar deden? Nou ja, wij werden gewoon heel erg geraakt door de armoede daar. En ja, kinderen en jongeren, ze hebben gewoon geen kans om iets te bereiken in hun leven. Dus ja, wij liepen tegen een project aan een schooltje dat we op gingen bouwen. Ja, nou, daar zijn we toen mee gestart. In principe doen we dat eigenlijk al wel een tijdje om kleding in te zamelen voor Gambia. Alleen, nou willen we het eigenlijk wat groter aanpakken. Wat meer kleding inzamelen, misschien ook kijken of er bepaalde kleding eventueel alsnog wat verkocht kan worden, hier in Nederland ook. En dat geld komt dus ook ten goede van het project dat wij dus nu runnen in Gambia. Dat is een project met 35 kinderen met een beperking. Daarnaast ondersteunen we daar een winkeltje waar momenteel, sinds afgelopen maandag, is er een nieuwe eigenaresse gekomen daar. Dat is een alleenstaande vrouw met 4 kinderen die het ook heel moeilijk heeft. Haar man is omgekomen in de gevangenis in Spanje een aantal jaar terug. Dus wij willen haar ook ondersteunen met het sturen van kleding. Dat kan zij dan weer verkopen in het winkeltje. En dat winkeltje behoort tot de zorgboerderij die wij ook gebouwd hebben in Tanji in het dorp. Kijk. Ja. Nou, de doelgroep waar we dus nu mee werken, dat zijn dus gehandicapte kinderen. En ja, wat voor reactie krijgen we daarvan? Ze zijn altijd blij als ze me zien. Daarnaast is het natuurlijk voor hun vooral belangrijk dat ze uit hun eigen omgeving gehaald worden. Gehandicapte kinderen in Gambia, er wordt weinig aandacht aan besteed. Er is ook nog een enorm stigma op. De meeste gehandicapte kinderen die komen niet verder als de eigen compound, de plek waar ze wonen. En wij proberen die kinderen dus vanaf die compound te halen, brengen we ze naar een klas als ze in de gelegenheid zijn om te leren. Of naar een speelruimte, dat zijn meer ernstig beperkte kinderen, zodat ze in ieder geval een keer in een andere omgeving komen en ze daar leeractiviteit of speelactiviteit aangeboden wordt. En je kan zien dat kinderen daar heel erg van opbloeien. Ja, dan denk ik eigenlijk, jullie zamelen kinderkleding in, maar het gaat naar Gambia. Dus winterjassen, dus ja, denk ik niet welkom bij jullie. Nou, winterjassen kan wel, maar die blijven dan hier. Die proberen we hier te verkopen op kinderkledingbeurzen of iets dergelijks. En de opbrengst ervan, dat gaat dan naar Gambia. Kijk. Maar echt de zomerkleding, t-shirts, dunne truien, broeken, lange korte broeken, rokjes, jurkjes, dat gaat allemaal naar Gambia. Kijk. En dat gaat dus naar die vrouw die dus in het winkeltje op de zorgboerderij zit. Ja. En zij verkoopt en zij heeft er dan een bestaan aan. Ja, want hoe gaat het eigenlijk in zijn werk om al deze... Ja, hoe kunnen mensen eigenlijk die kleding naar jullie toe brengen? Want ik kan me moeilijk voorstellen dat ze hier een zak kleding in de voortuin gooien. Dat mag wel. Ja, niet in de voortuin, maar bij de garage of zo, dat mag wel. Bij de voordeur. Ja, bij de voordeur. Wij hebben de garage, ja, niet leeg, maar dan wordt er gesorteerd en er wordt in dozen gedaan en dan regelmatig. Als we voldoende dozen hebben, dan versturen wij die via een stichting in, waar zit die weer? Gambia for You. Gambia for You. Is dat in de Geelse Rijen. Ja. Ja. Dus ja, het mag. Ze kunnen ze hier bij de voordeur neerzetten als ze genoeg kleding hebben. Kijk, maar is er ook ergens een contactformulier waar ze eventueel jullie kunnen benaderen van als ze nog eventueel vragen hebben of nou, kan dit wel, kan dit niet? Nou ja,
We hebben een website en we hebben... ons telefoonnummer. Telefoon, e-mailadres. Ze kunnen ons altijd bereiken. Dat kunnen ze gewoon op de website vinden. Ik kan me misschien voorstellen dat mensen nogal snel de afdankertjes aan jullie willen doen, maar dat is niet waar jullie op zitten te hopen. Nou ja, wij willen dus graag goede gedragen kleding. Het moet gewoon netjes eruit zien. Ik bedoel, mensen hebben ze hebben al niks. Die willen ook graag netjes eruit zien. Net zo goed als de mensen hier. Dus het mogen schoenen zijn, gewoon kleding. Tassen. Ja, nog meer. Ook. Ja. Sieraden, Sieraden ook. Eventueel schoolspulletjes, kan ook. Oh ja, dat kan ook. Kunnen we en voor het project zelf gebruiken, bij het Dula-project, maar het kan ook verkocht worden in een winkeltje. We geven trouwens ook soms kleding weg. Als er te veel is, dan delen we gewoon kleding uit aan de armere mensen daar. Hm. Dus soms maken we ook pakketten voor de gehandicapte kinderen. Ja, dan gaan we kijken een beetje naar de maat en dan maken we pakketjes en dan krijgen ze een tasje met kleding. Dat is ook erg leuk. Ja. Ja. Mm-hmm.